Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door KPN, Shubi Reisen en Kapsalon De Look. Na twee zegens op rij is Excelsior 31 op de goede weg. Vandaag ontvangt het thuis AZSV. De gasten uit Aalten zijn ook goed begonnen aan de competitie. Ze hebben tot nu toe 2 punten meer gepakt dan Excelsior 31. Vorige week liep het tegen de eerste nederlaag aan thuis tegen Flevo Boys. Excelsior 31 kan niet beschikken over Carlos Lopez Macedo en Tom Smoes vanwege blessures. Joost Krijns is geschorst. Hierdoor zijn er basisplaatsen voor Nick Avres en Simon Bajsoy. Cem Keuze is gepasseerd. Michel Gerrits-Mulkes speelt nu linksbuiten, waardoor er een plek vrijkomt voor Emmanuel Issa op het middenveld. Pakt Excelsior 31 de derde overwinning op rij? Of neemt AZSV revanche op de nederlaag van vorige week? We gaan het zien in de samenvatting, die u wordt aangeboden door Jan Lichtenberg Financieel Advies. Ik ben er omheen.
Deze wedstrijd werd u aangeboden door Jan Lichtenberg Financieel Advies. Het is eigenlijk een makkie, of zeg ik dat verkeerd? Ah ja, makkie. Makkie is het nooit tegen AZSV, maar je was vandaag gewoon de bovenliggende partij. Je hebt gewoon verdiend met 3-0 gewonnen. Na de 3-0 dachten wij op de tribune van, we gaan aan doelsaldo werken. Het kan wel 4-5-0 worden. Ja, volgens mij was iedereen er wel klaar voor. Aan de andere kant, volgens mij, die AZSV zet helemaal geen druk meer. Onbegrijpelijk, of niet? Ja, aan de andere kant, als je 3-0 achter staat en je hebt echt het gevoel dat er niks meer te halen valt, dan snap ik wel dat ze geen open huis houden. En je hebt wel een beetje open huis nodig om een doelsaldo te krikken. Dus, en dan zie je dat misschien bij ons het tempo wat naar beneden gaat, zij de ruimtes niet meer laten vallen, wij niet in staat zijn om die ruimtes te creëren. Ja, dan moet je gewoon blij zijn met 3-0. Eigenlijk kon Excelsior gewoon in één grote ronde de laatste 35 minuten van de wedstrijd uitvoetballen. En werd er geen druk meer gezet. We kwamen ook niet echt met dat kansen. Excelsior hoefde ook niet. Hè, dus je hoopt dan altijd als toeschouwer dat ze nog voor die 4-5-0 gaan. Maar met deze temperaturen moet je dan ook maar denken van dat is dan niet gelukt. Maar ik vond dat ze het gewoon heel zakelijk uit hebben gespeeld. Excelsior 31 pakt de derde overwinning op rij en staat momenteel tweede in de competitie. Volgende week gaat het eerste elftal op bezoek bij Buitenpost. In het weekjournaal van aanstaande vrijdag ziet u natuurlijk weer de voorbeschouwing op deze wedstrijd. Deze uitzending zit erop. Bedankt voor het kijken en nog een heel goed weekend toegewenst. Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door KPN, Shubi Reisen en Kapsalon De Look.